We gaan Kiekeboe doen. Het is, ja, het is een strip. Ik vond het een beetje gek. Kiekeboe speelt niet mee in het fragment. Maar, ja, dus, vooral een heel racistische passage. Sportstan, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij bent te vertellen. Vertel eens, in welk boek zijn we terechtgekomen? We zitten in De Zwarte Zonnekoning. En dat is eigenlijk een vervolg op de dorpstiran van Bulu Bulu. En Bulu Bulu, toppertje. Ja. En Bulu Bulu, dat is een Afrikaans land waar dat eerst Bibi Pralingaga aan de macht was. Maar die is dan afgezet. Die werd dan terug een soldaat. Maar dan is er een bliksemschicht gekomen, Peter. En dacht die Bibi Pralingaga, ik moet mijn reppen naar mijn paleis. En heeft hij een staatsgreep gepleegd, terwijl dat de andere Afrikaanse president van toen in Europa bij Kiekeboe zat. Dus die is nu aan de macht. Het probleem is, dan is er weer ergens een andere keizer, een koning binnengekomen. En die Bibi Pralingaga is wat jaloers. En die heeft een plan uitgedokterd. En daar begint het verhaal eigenlijk. Hij is samen met zijn woordvoerder aan een plan aan het werken. Ja, dus die Bibi Pralingaga wil die andere overtreffen. Dat is, ja. Dat is vooral het plan eigenlijk. Luc, jij mag Bibi Pralingaga zijn. Dat is een beetje een gezette, donkere man met een... Met een uniform. Wat? Ja. Nasrin, jij mag de woordvoerder zijn. Even ingroeiende mannen. Maar ik groei er wel in op de achtergrond. Oké, okay, dus goed. Jij mag de woordvoerder zijn. Heeft zoiets voor je mond? Ja. Maar dat is wel raar. Misschien moet je het van je mond doen. Dus heeft een houten masker, die man. En dan, ik ben, even kijken, Balthazar. Dat is dan een slechterik die dan plots begint. Dat is een bekende slechterik. Dat is de vaste slechterik. De vaste slechterik. Oké, okay, sportstam. Vertel, begin maar. Jullie staan in het verhaal ergens in het kantoor bij Bibi Pralingaga. Mag ik meneer de president iets voorstellen? Spreek op, woordvoerder. Naar aanleiding van wat Mombe Saka Saka gedaan heeft, bladerde ik even door de Franse geschiedenis. En zo botste ik op een van de belangrijkste Franse koningen. Lodewijk de 14e, bijgenaamd de Zonnekoning. Misschien brengt dit meneer de president op een idee. Dat is geweldig, Amoko. Ik word zonnekoning. De zwarte zonnekoning. De lijfspreuk van Lodewijk XIV was l'état c'est moi. Dat betekent de staat ben ik. Fantastisch. L'état c'est moi. Hé? Huh? Wat is dat? Dit paleis liet Lodewijk XIV in Versailles bouwen. Ja, Versailles was het. Prachtig. Ik laat het nabouwen. Mwambo Sako Sako zal barsten van jaloezie. Lita Semboa! Er is echter een klein probleem, meneer de president. Oh. We hebben geen geld. Oei. De staatskas is zo leeg als... Zo leeg als maar kan. Ja, plots denkt de woordvoerder zichzelf. Oef, ik zei bijna zo leeg als het hoofd van de president. Maar er is in Europa toch die actie SOS Bulu Bulu? Dat geld zit ergens in de brandkast, meneer de president. Daar kunnen wij niet aankomen, hè? Daar sturen we een specialist op af. Die kan hem kraken. Lita Semoa! Wat later in het kantoor van Bibi Pralingaga staat de woordvoerder en komt er iemand binnen. Hier is de deskundige uit Europa, meneer de president. Zijn naam is Balthazar. Dag, meneer de neger. Lita Semoa, je gaat die brandkast leegmaken en je brengt foto's mee van het paleis van Versailles. Jazeker, meneer de neger. Noem maar niet steeds meneer de neger. Ik ben president Bibi Pralingaga. Reeds tweemaal president voor het leven. En binnenkort zelfs zonnekoning. Lita Semoa. Jazeker, meneer Bibi Bonbon Gaga. Het is Bibi Pralingaga. Jazeker, meneer Bibi Toffee Pralingaga. O ja, en er is nog iets. Als je dan toch in Europa bent, breng dan de vrouw van Kiekeboe voor me mee. Ik maak van haar Madame de Pompadour. Kiekeboe, er zal maar geen moeilijkheden van komen. En zorg ervoor dat je opdracht slaagt, of ik werp jou voor de krokodillen. Huh. Ga nu, Lita Semoa! Ik heb er een beetje schrik van, die dikke neger. Hè? Ik ook. Vreemd verhaal toch wel, hoor. Maar goed, jij moet zelf maar even lezen. Hoe heette het verhaaltje? De Zwarte Zonnekoning. De Zwarte Zonnekoning, we gaan hem nooit meer vergeten. Een hele leuke Idi Amin spoof. Ja, mooi, zeg. Een paar jaar oud zijn alleszins al. Music.